De afgelopen maanden heeft de redactie van Sleutelstad gekeken naar wat er de afgelopen 4 jaar in Leiden is gebeurd. Zijn er successen geboekt in de gemeentepolitiek? Zijn er dingen mislukt? Wat werd er 4 jaar geleden beloofd en wat is daarvan terechtgekomen? De aankomende 2 weken tot aan de verkiezingen heb ik elke avond een andere lijsttrekker hier aan tafel. En die leg ik het vuur aan de schenen op basis van de resultaten in de gemeenteraad. Allemaal met 1 doel. Om een goede stem uit te kunnen brengen op 14, 15 en 16 maart. Want dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En vanavond zit bij mij aan tafel Priti Rana van Leiden Participeert. De burgers zijn er niet voor de overheid, maar de overheid die is er voor de burgers. Met die slogan hoop Priti Rana binnenkort op jouw stem. Haar partij bestaat inmiddels iets meer dan 1 jaar nadat raadslid Gitan zich afsplitste van partij Sleutelstad. En de belofte voor de komende 4 jaar is groot. Leidenaren die worden straks weer echt gehoord. Priti Rana, welkom. Fijn dat u er bent. Dankjewel. Ja, u heeft de afgelopen tijd dus al in de gemeenteraad ook kunnen proeven als partij nadat Gitan zich afsplitste. Wat zijn de successen? Heeft u al successen geboekt? Ja, dankjewel voor die vraag. Ik heb de afgelopen maanden een beetje meegelopen aan de zijlijn met Gitan. Vooral om te kijken van oké, wat is de positie van Leiden Participeert? Moet je even voorstellen dat ik rond mei, juni er een beetje bij kwam. En in juli werd ik officieel aangekondigd als lijsttrekker. Mm-hmm. Ik denk dat het belangrijkste succes van Leiden Participeert is geweest om burgerparticipatie op de agenda te zetten. Om echt de focus te leggen op inspraak en participatie. Het mooie is dat je dat nu overal terugziet in alle verkiezingsprogramma's. Ja. En ik denk dat een van de belangrijkste focus areas van ons zijn geweest om niet mee te doen met de klankbordgroep voor het participatieonderzoek. Juist omdat burgers niet mochten deelnemen in die klankbordgroep. Dus eigenlijk zegt u, ons belangrijkste succes is om iets niet te doen. Nou ja, om een statement te maken van als je iets, je gaat niet je eigen vlees keuren. En dat werd daar weer gedaan. Dan ga je burgerparticipatie onder de loep nemen zonder burgers erbij te betrekken. Nu ik het zeg, klinkt het al heel raar. Ja. Dus dat is dus ook heel erg raar. En dat vonden wij onacceptabel. Ja. Andere partijen die gingen er meteen in zonder om te springen. En we hebben daar continu een punt van gemaakt. We hebben ook geprobeerd om burgers erbij te krijgen. Mm-hmm. Dat is toen niet gelukt. En tot op heden vinden wij het onderzoek niet zoveel voorstellen. Nee, als ik zo vrij mag zijn. Van platform 31 inderdaad. Daar komen we vast nog over te spreken. Ja. Hebben we nou te maken met een nieuwe partij? Of is het inderdaad de partij die vorig jaar begonnen is met Gitan als raadslid? Hij staat nu niet meer als voorman. Er werd gevraagd, van, komt Gitan nou terug? Nou, u bent het geworden. Ja. Hebben we nou te maken met een nieuwe partij? Of met het voorzetting van inderdaad wat er de afgelopen tijd in de gemeenteraad al gebeurd is? Nou, ik denk dat het een voortzetting is van oktober 2020. Op dat moment is een heel bewuste keuze gemaakt om Leiden Participeert te starten. Dus we gaan ook verder op met wat er toen ook is gedaan. Je ziet ook dat Alan Tsielpersap bijvoorbeeld nog steeds in onze kandidatenlijst staat. Gitan heeft een bewuste keuze gemaakt om afscheid te nemen. Dat heeft hij ook toegelicht. Mm-hmm. Ik snap dat ook heel goed. Ja. Maar tegelijkertijd vonden we het ook een mooie kans om nieuw leiderschap te laten zien. En wat is dat wat u betreft, nieuw leiderschap? In de vorm van mijzelf en van de medekandidaten. Ik denk, als je kijkt naar onze kandidatenlijst, zie je al dat wij een hele andere lijst brengen in de vorm van verschillende expertises. Internationaal ook? Internationaal zeker, ja. Verschillende sociaal-economische achtergronden. Mm-hmm. En ook gewoon mensen die, we zijn allemaal Leidsburgers, bijna allemaal. We hebben 2 mensen die nu niet in Leiden wonen. Mm-hmm. Maar verder Leidse ondernemers, docent, ikzelf, ben geboren en getogen in Leiden. Ik weet wat Leiden mij heeft gebracht en ik wil dat ook teruggeven. En de raad moet ook een weerspiegeling zijn van onze maatschappij. Dat is tot op heden te weinig geweest. Mm-hmm. En dat proberen wij ook te brengen. Ja. Die vertegenwoordiging moet beter. Ik vroeg u net, heeft u al successen bereikt in die korte tijd? Ja. Daar behoort natuurlijk ook de vraag, is er al iets waarvan u nu zegt, daar hebben we ons op verkeken of daar hadden we meer willen doen? Heeft u met andere woorden iets wat ik de komende dagen ook aan alle andere lijsttrekkers ga vragen? Is er iets mislukt het afgelopen jaar? Mislukt wil ik niet zeggen. Ik heb me wel verbaasd, als ik zo vrij mag zijn. Mm-hmm. En dat gaat vooral over de nasleep van het ongeluk op 5 juni in de Steenstraat. Wij hebben 3 keer schriftelijke vragen gesteld daarover.
Daar werd continu over gezegd, heb geduld. Nou, 3 maanden, dat snap ik. Want onderzoek moet ook goed gedaan worden, hè? Dat begrijp ik heel goed. Maar op een gegeven moment duurde dat maar en duurde dat maar. En toen hebben we ook aan de burgemeester gevraagd van, joh, kunt u tenminste een update geven van waar we staan met dat onderzoek? Mm-hmm. Want het heeft een hoop leiden naar de diep geraakt. Ja. En in dat gesprek, ik heb ooit zelf met de burgemeester gewerkt. Ik had toen ook een heel goed beeld van hem. Ik heb bijna 2 jaar zelf voor openbare orde en veiligheid gewerkt. Dus ik weet wat het inhoudt. De kappen van de zweep, ja. Ja, precies. En in dat gesprek, dat in november heeft plaatsgevonden, werd eigenlijk gezegd, nou, we moeten gewoon het onderzoek afwachten. Ik heb toen ook gevraagd, maar als Leidse burger vraag ik u vandaag, geef tenminste een status van waar staan we nou, hoe lang moeten we wachten, waar gaat het naartoe? Want we hebben allemaal recht op die duidelijkheid. Ja, maar snapt u ook dat zo'n onderzoek een tijdje duurt? Jazeker, nee, dat snap ik. Ik heb het zelf ook van dichtbij gezien. Mm-hmm. Ik heb ook nauw zelf met het OM samengewerkt. Wat was voor u dan de reden om zoveel haast, of waar was die haast dan voor nodig voor u? Nou, ik vond dat 3 maanden, 4 maanden voldoende tijd moet zijn om een gedegen onderzoek te doen. Ja. En het duurde maar. Dus we hebben op een gegeven moment ook gezegd, wat gaat u doen? Zeg, ja, je moet wachten en jullie moeten zelf ook maar het politieke spel meespelen. Mm-hmm. Op dat moment brak mijn klomp. Toen dacht ik wel, wat zeg je nou? Mm-hmm. Jij hebt als burgemeester ook een verantwoordelijkheid naar je stad. En die openheid, die transparantie in communicatie, dat ontbreekt al heel lang bij de gemeente Leiden. En dat is die bestuurscultuur ook die wij willen veranderen. Ja. En toen hij dat zei, is mijn beeld ook van onze burgemeester veranderd. Want ik zag die passie, die betrokkenheid niet meer. En op dit moment heb ik ook voor mezelf de conclusie ook getrokken dat ik me heel erg afvraag wat onze burgemeester nog hier doet. Ja, zou je hem weg willen sturen? Ja. Dat zou ik willen. Ja, ja. En waarom dan? Omdat hij niet zijn verantwoordelijkheid heeft gepakt. Ook als je kijkt, hè, van het weekend of van de week was er uitgebreid artikel over dit over het onderzoek. Ja, want het onderzoek is inmiddels gepubliceerd vorige week. Ja. Van het Openbaar Ministerie, daar heeft de burgemeester een brief over gestuurd. Die heeft gezegd, er zijn fouten gemaakt. Ja. Maar die hebben niet in die zin bijgedragen aan het ontstaan van dit specifieke ongeluk. We hadden juridisch zorgvuldiger moeten zijn. Maar als we dat gedaan hadden, had er geen andere verkeerssituatie daar op die plek ontstaan. Dat is wat de burgemeester zegt. Ja. Neemt u mij niet kwalijk. Maar, ja, dat klopt. Dat heeft hij gezegd. Waarom zou deze burgemeester dan weg moeten? Nou, ik denk dat een ieder met een gezond stel hersens naar de situatie kijkende zou kunnen concluderen, dat is wel heel druk. Die markt, 2 bussen, 2 kanten op, de fietsers, de mensen die daar rondlopen. Moest het dan zo ver komen? Ja. En ook inderdaad bepaalde dingen, bepaalde fouten maken. Ik denk dat een grove fout is gemaakt. Ja. En welke fout is gemaakt wat u betreft? Of nou ja, bepaalde stappen hebben ze dus niet gedaan. Ja. En ook gewoon die markt moest daar nooit komen. Ja. En als hij er kwam, dan moest je wat doen aan die verkeerssituatie. En daar is onvoldoende naar gehandeld. Er werd dus ook toegezegd dat er een soort van een vooronderzoek was gedaan. Nou, ik kreeg een vaag plaatje meegedeeld. Toen dacht ik, dit kon net een snapshot zijn van Google Maps. Ja, dus u hebt met andere woorden geen vertrouwen in onze burgemeester. Nee. In voorbereiding op het gesprek kwam ik ook deze tweet van u tegen. Ja. U zei, we hebben een brief gestuurd aan het Leids Dagblad over, dus de brief die u ook aan de burgemeester Lemfrink heeft gestuurd. Ja. Daarin zei u, eigenlijk de tentakels van het stadshuis die reiken ver, want onze brief wordt niet in het Leids Dagblad gepubliceerd. Ja. Is dit het beeld dat u überhaupt van de lokale media heeft, dat het inderdaad door het stadhuis gestuurd is? Nou ja, wat ons opviel is dat er dus geen aandacht aan werd gegeven. En dat dwong ons een beetje om deze conclusie te trekken. Ik moet wel zeggen dat deze tweet dan weer geleid heeft tot het gesprek. Dus dat is natuurlijk ook een heel interessante link die ik daar maak. Want zonder deze tweet had ik in november ook niet aan tafel gezeten met de burgemeester. Nee, maar u heeft hier ook gezegd dat wat er in de krant verschijnt, wat er in het Leids Dagblad verschijnt, dat er bepaald wordt door wat het stadhuis zou willen. Nou, we vonden het erg opvallend dat er... Maar geeft u eens antwoord, is dat zo? Wordt wat in het Leids Dagblad staat bepaald door wat het stadhuis wil? Nou ja, zover wil ik niet gaan, want dat is volgens mij niet zo. Maar wat me wel opvalt, is dat er wel heel vaak een eenzijdig verhaal in staat. En zo mag lokale media niet zijn. Ik geloof heel erg in de vrijheid van de pers. En ik vind journalistiek onwijs belangrijk. En daarom deed dit ons dus ook verbazen. En daar hebben wij dus ook onze verbazing over uitgesproken. Maar snapt u ook dat, want dat was de reactie van het Leids Dagblad. Ja, wij bepalen zelf uiteindelijk waar we aandacht aan besteden. Ja, dat is zo. En als wij het niet belangrijk genoeg vinden, of dat er is ander nieuws dat belangrijker is. Ja. Of we willen het onderzoek afwachten, omdat we feitelijk willen publiceren hierover. Dat het dan niet die brief gepubliceerd wordt.
Ja, goed, ik denk dat dit ongeval zo enorm veel impact heeft gemaakt, dat we het ook een beetje raar vonden dat er zo weinig aandacht voor was tijdens het onderzoek. Ook toen wij de schriftelijke vragen hebben gesteld. En misschien is het ook wel een heel moeilijk onderwerp, dat begrijp ik ook wel. Het is een heel gevoelig onderwerp, mm-hmm. dat begrijp ik. Maar toch is er iets gebeurd dat in mijn mening nooit had mogen gebeuren. Nee. We zijn inmiddels bijna 10 minuten aan het spreken. U wilt de burgemeester wegsturen. U vindt de lokale media niet breed genoeg, niet transparant genoeg. Is dat wat we ook de komende 4 jaar van u gaan horen? Ik ben heel erg voor openheid. En dat begint op elke laag. Dus ook openheid vanuit ons, dat is ook waar wij voor staan. Dat is de cultuur ook die wij willen brengen. En daarna willen we zowel de overheid, de media, iedereen in meenemen. En daar mag je ons ook op afrekenen, want er staat afrekenen. Ja. Dat mag ook, hè? Ja, zeker. Maar dat doen we samen, deze stad mooi maken en beter maken. Mm. En dat begint ook met die burgers weer aan tafel te krijgen. Ja. We hadden het ook weer, woningtekort, dat is ook een hot onderwerp in de stad. Je hoort iedereen erover. Maar wanneer we weer bijvoorbeeld een woontoren ergens willen neerknallen, ga nou niet eerst die bedrijven langs, de projectontwikkelaars langs, maar neem nou eerst die burgers mee. Ga eerst met hen om tafel. Ga eens vragen, wat denk jij dan? Of wat denkt u dan? Een school die ernaast staat, ondernemers die eromheen zitten. Wat zijn jullie ideeën? Neem die ideeën nou mee. Hè? Haal dat ook uit de maatschappij. En ik vind dat dat te weinig gebeurt. Nee. Dus dat gaat u vooral van ons zien. Ja, ik heb uw slogan ook genoemd aan het begin. En wij vinden dat de burger er niet voor de overheid is, maar dat de overheid er voor de burger is. Leg die eens uit. Het intrigeert mij. Wat bedoelt u daarmee? Ja, dat de burgers weer centraal gaan stellen in onze samenleving. En wat staat er nu centraal? Op dit moment is het een hele reactieve manier van burgers informeren. Het Leidse Nieuwsblad wordt daar heel goed voor gebruikt. Ja, via de stadskranten, ingekochte pagina's. Ja. En dat is heel erg informatief, maar dat is nog niet participatief. En dat ontbreekt er heel erg. Dus als jij voorafgaand aan een project iets moois wil neerzetten, zorg ervoor dat je burgers als gelijkwaardige partner ook meeneemt in het gesprek. En dat gebeurt nog veel te weinig. Want wat ik al zei, eerst bedrijven en projectontwikkelaars vaak en daarna, oh ja, burgers, daar moet ik ook nog wat mee. En dat moet omgedraaid worden. Ik denk dat we daar een enorme stap mee kunnen maken. Ja, u vraagt daarmee eigenlijk ook om een actieve bijdrage van de burgers in de stad. Ja. Over wat ze van de stad vinden, waar het naartoe moet. Worden, als u dat zo zegt, de juiste mensen gehoord? Of zijn er ook mensen die misschien hun stem niet zouden kunnen laten horen als u deze oproep doet? Nou, ik denk het laatste. Hè. Ik heb het idee dat er heel veel mensen nog steeds onzichtbaar zijn in onze maatschappij. Ik heb mezelf heel lang zo gevoeld en niet vertegenwoordigd. Of er was er weer een burgeropinie of iets. Dan denk ik, nou, die mail heb ik nog nooit gehad. Dus ik kan mezelf daar ook heel erg in herkennen. Ik heb dan de stap gemaakt om daar verandering in te brengen door voor een partij op te komen. Ja. Hè, en hier te zitten vandaag. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen daar de tijd voor heeft, de energie voor heeft of gewoon de zin niet in heeft. Nee. Voor die mensen moet je juist manieren vinden om dat te gaan faciliteren. En dat kunnen we beter. En op de huidige processen, als je kijkt naar hoe overheden werken, hoe gemeenten werken, je hebt gewoon een bepaalde manier van werken. Werkprocessen, even heel stoffig gezegd. Ja, bureaucratisch gezegd. Heel bureaucratisch. En daarin zou je echt die verandering moeten brengen. Want in de afgelopen jaren heb ik heel veel training gegeven en mensen vinden verandering altijd moeilijk. Training op het gebied van lokaal bestuur. Dus voordat we het over verandering gingen hebben, vroeg ik altijd aan mensen om even hun armen over elkaar te doen. Dus gewoon even zo. Mm-hmm. Ja, hoe zit dat? Niet heel comfortabel. Nee, vind je niet lekker? En als je even relaxed. Zo lekker. Mm-hmm. Ja. En dan vraag ik altijd mensen, oké, thuis mag ook meedoen. Doe nou eventjes die onderste arm erbovenop. Mm-hmm. Dat je hem omdraait. Hoe zit dat? Ja, anders hè? Ja, zit het lekker? Onwennig. Ja, en dat is wat u bedoelt met dat verandering. Is verandering. Ja. Dat is verandering. Toen Gitan, uw raadslid, voor zichzelf begon, om het zo te zeggen, of toen de partij ontstond een jaar geleden, toen sprak ik hem hierover ook. En daar wilde ik u kort iets van laten horen over het dilemma wat er ook bij kwam. Ja. Jij bent ook ondernemer en je ziet bijvoorbeeld in de binnenstad in Leiden dat de belangen van bewoners en van ondernemers soms ver uit elkaar liggen. Hoe kan je er dan voor zorgen dat je al de twee die belangen meeneemt? Ja, het is ook niet alleen voor een raadslid, maar ook voor het college is het moeilijk om afwegingen te maken. Want je wil je burgers zo goed mogelijk dienen. Maar je moet ook het feit niet vergeten dat niet alle burgers gediend kan worden. Je moet keuzes gaan maken. Dan moet je de ene kant teleurstellen. Ja, je moet één kant teleurstellen. Welke kant wordt naar de komende tijd teleurgesteld als het aan u ligt, de komende jaren?
Nou, dat was Jichan zijn uitdrukking. Daar herken ik mezelf niet in. En ik denk ook dat het mooi is dat wij in onze lijsters ook actieve ondernemers hebben meegenomen. Daarin, hè? Want waarom herkent ze zich er niet in? Moet er niemand teleurgesteld worden af en toe? Nou ja, ik denk dat het begint in plaats van meteen de conclusie te trekken dat mensen teleurgesteld moeten gaan worden. Moet je eerst heel hard je best gaan doen. Om het mogelijk te maken dat mensen kunnen gaan meedoen. He, daarom had ik het net ook over die werkprocessen. Dat je mensen aan de voorkant gaat meenemen. He, dus aan het begin. Ja. Dus niet daarna pas. Ik denk dat het daarmee begint. En het kan altijd zo zijn, dat zeggen we ook tegen de burgers die naar ons toe komen. We gaan ons best doen. We gaan bijvoorbeeld vragen stellen. Of we gaan op inzoomen. Maar we kunnen de uitkomst niet voor je bepalen. Nee. Het kan zo zijn dat je niet het resultaat krijgt dat je wilt. Maar het feit dat mensen zich gehoord voelen... En maar voelen mensen dat zich gehoord, denkt u? Als je een avond na avond bij een participatiebijeenkomst bijvoorbeeld bent geweest... en er is gevraagd, wat wilt u dat uw buurt gaat... wilt u een laan met bomen of wilt u een flat in uw achtertuin? En een deel vindt het een en een deel vindt het andere. En uiteindelijk moet er een conclusie getrokken worden. Ja. Voelen de mensen zich dan gehoord waarvan hun conclusie niet is gedeeld... door de mensen die het uiteindelijk gaan uitvoeren? Ik denk dat Nederland een heel mooi voorbeeld is. We zijn heel erg gewend om te polderen. En juist het feit dat je de ene kant hoort die zegt, ja dat wil ik, middel, ja maar niet zoveel uit. En de rest zegt, nou, dat gesprek, daar begint het mee. Maar als dat gesprek niet eens plaatsvindt, en dan informatie af en toe een heel slecht voorbeeld hoor, sorry. Want dat is vaak reactief weer. Dat is niet aan de voorkant. Nee. Maar wat ik u wil vragen, kan een stad bestuurd worden zonder dat er mensen vinden dat ze niet gehoord worden? Misschien moet ik het sterker zeggen. In uw verkiezingsprogramma schrijft u... de klimaatverandering dendert momenteel de wereld binnen. Daar heb ik uit geconcludeerd dat u daar ook iets aan wil doen. Ja. Maar het kan ook best zijn dat er een grote groep van leidenaren is die zegt... wat ons betreft hoeft daar niks aan te gebeuren. Wij zien dat op die manier niet. Dan voelen ze zich door u niet gehoord. Ja, dat kan. Hè? Ik bedoel... klimaatverandering. There's no planet B. Maar goed, daar kan Klimaatactie nu alles over vertellen. Mm-hmm. Nog veel meer dan gisteren gehad, ja. Ja. Dat zijn keuzes die we met z'n allen moeten maken. Want anders hebben we zo meteen geen moeder aarde meer. Ja. Dus dat is wel iets dat al verder reikt dan Leiden. Maar binnen Leiden. Dat wordt ook over bijvoorbeeld het woningprobleem gezegd. Dat reikt verder. Hè, daar moeten we met z'n allen achter gaan staan. We moeten gewoon woningen bouwen. Terwijl er ook een heleboel mensen zijn die zeggen... ja, wat mij betreft hoeft het niet zo groot en niet zo dicht bij mijn huis. Ja, nee, precies. En daar moet je dus wel middenweg vinden. Dat wordt ook meteen wat concreter. Van klimaat, de hele wereld, naar waar komt die woontoren? Dat is volgens mij waar we een prima gesprek over kunnen hebben. Maar ik denk dat de afgelopen jaren we juist hebben gezien... dat die burgers veel te laat pas aan tafel komen. Dus wanneer ze boos zijn, het idee hebben dat ze tegen een muur aanlopen... en daarmee dus ook op een hele andere manier gaan participeren. En zover hoeft het niet te komen in de stad... Het hoeft niet tot frustratie te leiden. Nee is ook een antwoord als dat goed onderbouwd kan worden. En als je het gevoel hebt dat je inderdaad ook gehoord bent. Ja. Want dat is wat we allemaal willen als mensen. Gehoord worden en begrepen worden. Ja. Als u straks in de raad zit, dan gaat u de stad in, kan ik me zo voorstellen. Inderdaad met die mensen in gesprek en horen wat er leeft. De VVD die heeft het wel eens over de mensen in de spits van hun leven. Die hun kinderen naar school brengen. Die werk hebben. Die actief zijn in een vereniging. Die op andere manieren heel druk zijn ook. En die niet direct de tijd hebben om zich ook zo bezig te houden met wat er in de stad gebeurt. En in een directe leefomgeving. Omdat ze andere keuzes maken. De SP die zoekt wijkverenigingen bijvoorbeeld actief op. En die haalt geluiden op. Om dat uiteindelijk in de raadzaal te laten horen. Is het voor u niet ook makkelijk om te zeggen, wij willen vooral de burgers aan het woord brengen en die verantwoordelijkheid die eigenlijk bij een raadslid ligt, waarop we gaan op u stemmen uiteindelijk. En mogen burgers niet van u verwachten dat u ook de grotere keuzes maakt in hun belang, in plaats van dat ze daar zelf wat die tijd in moeten steken van, om even die spitsers aan te halen in hun leven. Neemt u wel voldoende verantwoordelijkheid dan als raadslid? Jazeker, want u noemde net het voorbeeld van waar de VVD zich op richt. Ik heb een fulltime baan. Ik ben daarnaast lifecoach. Ik doe enorm veel dingen daarnaast zonder werk. En ik zit hier omdat ik het belangrijk vind. Ja. Dus dat kan. Ja. En ik hoor ook alleen maar van mensen uit mijn werkomgeving, laat ik het zo zeggen. Vaak ook aan de VVD-kant. Oh, kon ik dat maar? En dan zeg ik, dat kan jij ook. Maar voel je genoeg passie om dit te doen? Om die verandering te brengen? Niet iedereen zal dat voelen. Nee, je zal dat niet voelen. Niet iedereen, dat weet ik. Maar er zijn wel mensen die dat graag willen. En er wordt ook gezegd, leiderschap begint ook lokaal. Je moet ook lokaal investeren in de maatschappij die jou groot heeft gebracht. Mm-hmm. En dat is wat ik graag wil doen. En natuurlijk heb ik verantwoordelijkheid. Maar we zeggen ook, we doen dit voor de burger.
Ja. Dus dan moet je dus ook samen met de burger doen. Ja. En niet meer dat ouderwetse representatieve democratie, maar veel meer richting actieve democratie. En dat ontbreekt op dit moment. En zegt u dan, de gemeenteraadsverkiezingen zijn ook veranderd. We kiezen niet meer iemand die mij vertegenwoordigt, maar we kiezen mensen die bepalen hoe ik mijn stem kan laten horen. Hoor ik dat goed? Ja, dat denk ik wel. Want ik heb eerder ook al aangegeven dat ik ook sta voor mensen die zich lang niet zichtbaar hebben gevoeld. Mm-hmm. Waaronder ik zelf één ben. Ik denk dat dat het ook is. Ja. Vertegenwoordiging, de raad. Het is heel belangrijk dat jij als individu ook jezelf kan herkennen in iemand. Ja. En op dit moment is dat voor heel veel mensen niet het geval. Ja. En voor die mensen wilt u er zijn? Zeker, ja. De campagne is volop gaande en het leek me ook nog wel interessant om daar een van uw uitspraken uit te trekken. Ook op sociale media kwam ik deze tegen. D66-leider vreest een groot verlies op 16 maart. De oorzaken in Den Haag presenteert D66 niet voldoende. De komst van de studentenpartij en ze stonden er net een beetje beteuterd bij. Heeft u het nodig om zich af te zetten tegen D66? Hebt u dat gevoel op dit moment? Nee, is dat concurrent? Nee, ik denk dat de studentenpartij daar prima concurrent voor is. All the best, guys. Daar ben ik wel echt heel blij mee. Nee, dat viel ons inderdaad op. Ze hadden een heel leuk tentje. Wij moeten het doen met onze eigen gelden. Hè? Laten we dat wel even voorop stellen. Dus wij lopen gewoon die paar kilometer per dag om die flyers de bussen in te doen en mensen te geven. Mm-hmm. En dat viel ons op. Wij stonden op de brug. En ze bleven maar in dat tentje zitten. En het leuke is, ze hebben ook gereageerd hierop. Dat het niet zo was. Maar af en toe is het ook natuurlijk plezier hebben in de politieke campagne. Vonden zij denk je ook plezierig? Nou ja, ze lachen nog steeds naar me. Fleur die kijkt nog steeds met een grote glimlach naar ons. Dus, Wie is uw concurrent tijdens de komende verkiezingen? Is dat D66 of is het een andere partij? Ik vind dat een hele goede vraag. En daar heb ik me nog steeds niet afgevraagd wie dat kon zijn. Want ik zie op dit moment geen concurrent. Juist omdat wij die andere stem brengen. Als ik naar onze verkiezingsprogramma kijk met onze kandidatenlijst. Wij zijn ontstaan uit de pijn van de burger. Ja. Wie is onze concurrent dan? Ja. Je ziet geen concurrent. Nee, ik zie geen concurrent. Ik zie een andere stem. En als de leider daar ook klaar voor is, dan stem vooral bij de participant. Ja. Ik had een oproep gedaan om vragen in te sturen aan mensen die meningen wilden delen. Er kwam ook een vraag voor u binnen, die wilde ik u toch voorleggen. Oh. In dit kader in ieder geval. U zult hem vast kennen, dat is Ab Bouwman van het Twitter-account De Comma, die heel actief is op sociale media. Ja. En die vroeg heel direct, waarom heeft u mij op Twitter geblokkeerd? Ik heb hem niet geblokkeerd. Dus ik weet niet of meneer Bouwman, ik heb u een paar keer ook een berichtje gestuurd. Ik heb hem niet geblokkeerd. Ja. Dus ik weet niet of u niet goed heeft gekeken, maar ik heb u niet geblokkeerd. Nee, dus u blokkeert ook geen mensen op sociale media in die zin? Nee. Nee, kijk, als mensen geen lieve dingen tegen je zeggen of ook heel onterechte, onaardige dingen zeggen, hoef je geen reactie van me te verwachten van dat soort tweets. I don't water those kind of weeds, dat doe ik niet aan. Mm-hmm. Maar als je gewoon een mening hebt of wil in gesprek wil gaan, doe ik het met alle plezier. Ja, hoe maar die opmerking hebben we een paar keer al tegen hem gezegd, we hebben u niet geblokkeerd, maar hij blijft het volhouden. Nou ja, goed, vals nieuws. Ja, en dat is misschien ook lastig voor u? Of? Nee, meneer Bouwman is nou het eentje van, ik denk, ja meneer Bouwman, kom gezellig op gesprek op de koffie. Ja, en want hoe hoort u mensen? Want kijk, de vraag, de toelichting erbij stond, u komt op voor allerlei en ik kom niet echt in gesprek met u. Was dan, dit is een individuele kaas, maar in het algemeen, om te vragen, hoe komt u met mensen in gesprek? Hoe voelt u de gesprek met mensen in de stad? We zijn natuurlijk al een paar jaar bezig, hè. Dus zowel Gitan als Alan Superchat hebben eigenlijk de fundering wel gelegd. Ja. Dus wij gaan nog steeds op gesprek bij mensen. Mm-hmm. We krijgen soms ook vragen binnen of vaak is het toch wel een boze e-mail. Ik word niet gehoord. En dan willen we heel graag in gesprek met mensen. En dat gooien we niet op social media. Want vaak gaat het ook echt om individuen. En dan proberen wij dus inderdaad op een andere manier mensen te helpen. Dus wij gaan gewoon echt ouderwets naar de mensen toe. Ja. Dat is wat wij doen. Gisteren zat bij mij aan tafel Mitchell Wiegand-Brus van Studenten voor Leiden. En hij had een vraag voor u die ik u graag wil voorleggen. Nou, hun partij heet Leiden Participeert. En ik heb bij haar gevraagd van, kan je dan lid worden van die partij? Kan je participeren bij de partij? Maar dat kan niet. Dus ik vraag me af, als je best wel met wat bombarie aankondigt dat je participatie in het allerhoogste vaandel hebt, waarom kan dat dan niet al bij de partij zelf? Ja. Kunt u daar antwoord op geven? Ja, die vraag heeft me inderdaad gesteld. Dat heb ik ook beantwoord. We zaten toen bij Burgerzaken tegenover Stadhuis. Koffie te drinken. Dat was onze eerste connect om even gezellig te kletsen. Heel leuk gesprek overigens met Mitchell.
Kijk, we zijn net een beginnende partij. En we zijn allemaal mensen die heel druk zijn en proberen toch een mooi programma neer te zetten en een mooie kandidatenlijst. We proberen met die mensen op dit moment alles neer te zetten. En we zijn er voor alle burgers. Dus niet alleen voor mensen die lid zouden willen worden. Mm-hmm. Dus we hebben bewust gekozen voor die constructie. Omdat we er niet alleen zijn voor 1 of 2 of 10 burgers, maar voor iedereen. Dus dat was voor ons een hele logische keuze. En hoe kijk, uw partij heeft wel leden, er is ook een algemene ledenvergadering. Of komt er in ieder geval. U heeft dus wel leden, mensen kunnen op dit moment geen lid worden. Dat betekent wel dat u met een kleine groep mensen nu bepaalt waar de partij naartoe gaat. Ja, op dit moment wel. En we staan natuurlijk heel, heel erg nog in. In de kinderschoenen. En dat moeten we verder gaan uitbouwen. Het belangrijkste is natuurlijk de verkiezingen over 2 weken. En als dat eenmaal ook achter de rug is, kunnen we ons veel beter ook gaan richten op het uitbouwen van de partij. Wat ik al zei, hè, we doen alles zelf. Dus ook het bouwen van de website doen we zelf. Ik geloof er helemaal op. Ik geloof helemaal dat het lastig is om een nieuwe partij op te richten. Maar de mensen die uiteindelijk naar de stembus gaan, die willen misschien ook wel een partij waar een fundament onder ligt. En waar ze op kunnen vertrouwen dat de komende 4 jaar, dat de basis goed is. Terwijl op dit moment is de basis, ook als ik u zo hoor, is dat nog echt in opbouw. Ja, maar ik vind dat ook een hele normale manier van zaken. Kijk, we hebben de luxe niet van een landelijke partij of van een moederorganisatie. SVL is natuurlijk ook lid van een koepelorganisatie. Dus aan de andere kant is dat ook makkelijker praten met alle andere studentenpartijen in Nederland. Wij zijn echt van de Leidse grond opgericht. En dat gaan we ook goed doen. Kijk, nu hebben we ook gewoon een fantastisch verkiezingsprogramma staan. Mm-hmm. Met hele mooie kandidaten. En daarin kan ik ook alleen maar beloven dat we ons woord nakomen. Mm. Want dat is waar we voor staan. En als wij dat niet doen, dan doen we u tekort. Ja. Morgen dan zit Piet Krol bij mij aan tafel van de ChristenUnie. En u mag hem ook een vraag stellen. Die zal ik hem ook voorleggen. Ja. Wat zou u van hem willen weten? Ja, ik heb dus een vraag meegenomen. Die pak ik even bij. Even kijken, ik heb hem opgeschreven. Ja, heel goed. Even kijken. De media verwachten veel invloed op de lokale verkiezingen van het slechter wordende imago van Rutte 4. Onder andere doordat ze de extreem gestegen energiekosten niet willen compenseren. In Den Haag steunt de ChristenUnie dit harde standpunt. Verwacht u daarom zetelverlies in Leiden? Dus u zegt eigenlijk, de ChristenUnie gaat misschien wel weg uit de gemeenteraad. Verwacht Pieter Krol zijn zetel te verliezen? Ja. Spannend. Ja, wat gaat hij er eigenlijk, wat gaat hij doen om dat te voorkomen? Ja, ik ga dat hem voorleggen. Ja. Over 4 jaar, dan, u hoopt verkozen te worden natuurlijk. Over 4 jaar kan ik u dan misschien weer ontvangen aan deze tafel. Ja. Waar zou ik u dan op mogen afrekenen? U mag me dan afrekenen op of we inderdaad inspraak en participatie hebben kunnen inbedden in de huidige processen van de gemeente. Dus zijn we in staat geweest om burgers aan de voorkant mee te laten nemen in grote beslissingen. Ja. Dat is waar wij onze nek voor gaan uitsteken. En daar mag je ons op afrekenen. Ja. En u heeft 10 punten in het verkiezingsprogramma geschreven. Heel kort zijn dat 10 punten waar de Leidenaar naartoe gaat. Gaat dat uitgewerkt worden nog de komende tijd? Of gaat u het daarmee doen? Op dit moment gaan we het daarmee doen. Ja. Maar u zult ook wel terugzien in de raad zometeen dat we bepaalde onderwerpen natuurlijk ook belangrijk vinden. We zien dat heel veel verkiezingsprogramma's veel te lang zijn. En mensen lezen dat ook gewoon niet. Het is ook veel te veel. Dus we hebben even gekozen. We gaan voor deze 10. En langzamerhand gaan we dat uitbreiden. Ook natuurlijk aan de hand van wat er allemaal speelt in de stad. Dat vind ik ook belangrijk. Priti Rana is de lijsttrekker van Leiden Participeert. Dank voor uw komst naar de studio. Deze aflevering wordt nog 24 uur herhaald op Sleutelstad TV. Is natuurlijk ook online terug te kijken. En morgen om 8 uur, dan ben ik er weer. Dan zit aan deze tafel Pieter Krol van de ChristenUnie. Dank u wel voor het kijken.